Vandaag maken we een krans met vetplantjes. En zoals je ziet heb ik een strookrans genomen van 30 centimeter. En daar heb ik met ijzerdraad platmos omheen gewikkeld. Dus eerst leg je even de platmos erop. En dan hou je hem plat. En dan wikkel je het eventjes met ijzerdraad goed vast. Beetje strak aantrekken. Want dan komen de plantjes straks ook vaster te zitten. Nou, het ijzerdraadje knip ik gewoon door met een oude schaar of een ijzertangetje. Natuurlijk nooit met je snoeischaar, want die is dan zo pot. Nu ga ik het bolletjesmos erop plakken, op prikken. Dat doe ik met hele lange krammen van 7 centimeter. En die kram ik een centimeter of 5 in de krans. En de laatste 2 centimeter die staan als een hekje om het bolletje mos heen. Zo blijft het bolletje mos mooi intact en komt hij toch goed vast te zitten. Dan haal ik de vetplantjes uit de potjes en verwijder ik zoveel mogelijk aarde. Je kunt er nog een paar worteltjes op laten zitten, want daarmee kan hij dan toch nog wat vocht opnemen. Nou, hier zie je de worteltjes. Daarmee kan hij dan toch nog wat vocht opnemen uit het mos van de krans. De krans kun je natuurlijk ook af en toe water geven door gewoon even een gieter erop leeg te gieten. Ja, wil je hem graag binnen neerleggen, leg hem dan op een schaal. Maar ik heb hem buiten gewoon zo op de tuintafel liggen, deze leuke krans. Nou, de plantjes die prik je ook vast met een kram. En dan moet je echt de strookrans horen kraken. En doe het een beetje tactisch onder een blaadje, zodat je de krammen niet ziet zitten. Deze sempervivum plantjes, die heb je in verschillende soorten. En die kleine trosjes, die kun je eventueel ook scheuren, dat je hem in delen erin doet. En ik ga systematisch de hele krans af. Dus ik sluit steeds met het volgende plantje of het volgende stuk mos aan bij waar ik gebleven ben. Plantje. Er gaan veel plantjes in. Ik heb een hele bak gebruikt met 18 plantjes. Ja, wel gek om het zo in te spreken, maar ik stond deze krans buiten te maken. En onze tuin ligt aan een pad, aan een sloot en daarachter een pad waar veel hondjes langslopen. Met de baasjes natuurlijk. Ik denk, ja, als ik hier in mijn eentje ga staan te kletsen, dan denken ze allemaal, nou, die is ook voor Lotje getikt. Die staat er in de eentje een beetje te kletsen. Dus ik denk, nou, ik zeg niks, ik maak gewoon lekker mijn krans buiten. En ik spreek later wel in waar ik aan toe ben. Zo leer ik nog eens wat op mijn oude dag. Ik wist helemaal niet hoe het moest, filmpjes maken. Totdat ik met deze filmpjes begon. En nu kan ik er al stukjes uitknippen, teksten bij zetten. En nu ook nog eens inspreken. Nou, moet niet gekker worden. Hij wordt wel leuk, hè, de krans. Niet. Je ziet, het is helemaal niet moeilijk, maar je hebt er wel heel veel plezier van. Want ik heb er vorig jaar ook een gemaakt. Die heeft echt de hele zomer op tafel gelegen. In de winter was die ook nog een lange tijd goed. Maar ik heb hem wel pas, nu heb ik hem, na de vorst heb ik hem weggegooid. Want hij zag er echt niet meer mooi uit. En ik had ook geen geduld om te wachten of dat er nog weer plantjes op zouden komen. Want in feite zijn deze plantjes, deze vetplantjes, de sempervivum, die zijn winterhard. Dus
Vaak verdwijnen ze, maar dan komen ze toch in het voorjaar weer op. Maar voor een krans vind ik het toch leuker om weer even verse erop te doen. Nou, jullie zien versneld. De krans is al bijna klaar. Jullie zullen er ietsje langer over doen, mag ik hopen. Even nog alle gaatjes opvullen. Zo, de laatste. Nou, ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vinden. Wat ik heb gemaakt. En jullie kunnen altijd nog kijken naar de andere filmpjes die er al van me op internet staan. Ook een hoop met bloemen. Hier sproei ik hem nog eventjes af. Want er zit nu natuurlijk allemaal aarde tussen de plantjes. Dus die spoel je er gewoon makkelijk eventjes af met een kraan. Met een sproeikop. En dit is het eindresultaat. Nou, ik ben er blij mee. Ik hoop dat jullie het allemaal helemaal leuk vinden. En dan zou ik zeggen, heel graag tot de volgende keer. Doei doei!